Ja, heb je ook zo'n fles? Ja, natuurlijk hebben we zo'n fles om in te plassen. Dat hoort in het ziekenhuis, toch? Kunt u alleen even uw kleine teen bewegen? Nou, dat gaat heel grote kans dat als u op tv een ziekenhuisscène bekijkt, deze is opgenomen in Amstelveen. In het monumentale pand aan Schokland 14 zit namelijk een volledig ingericht ziekenhuis speciaal voor filmopnames. Oprichter Jos Barlach vertelt over het ontstaan. Ik heb 5 jaar het lijk bij Baantje afgevoerd. En daar ben ik bevriend geraakt met Victor Reinier. En die zei toen van, Jos, het is elke keer een probleem in de ambulance. Het is elke keer een probleem in het ziekenhuis. Ja, en ik ging met FLO en toen dacht ik, nou, dan begin ik dat. Dus ik doe dit nu ruim 10 jaar. En ja, er wordt gretig gebruik van gemaakt. Deze batterij zou wel leeg zijn. Ja, die is leeg. Zal ik je de ziekenhuiskamer even laten zien? Ik heb het zo ingericht. Dat zijn de jaren 1990-2000. En deze kant is de moderne versie. En er zijn ook nieuwere bedden. De ene is letterlijk en figuurlijk van een vrachtauto gevallen. Dus als je die gaat verstellen, dan wordt het een soort wokkel. Rico Verhoeven die heeft ook zijn film hier opgenomen. Bijvoorbeeld dit Biggie Dagu, ik weet niet of je die kent, want het is een rapper. Die douw ik hier nog met een rolstoel door de gang heen. Shit, hoe kan het mij overkomen? Was altijd pijp op als je sprak overkomen. En zelfs buiten Nederland is de locatie in trek. Zo nam Ramsteins frontman Til Lindemann hier ook een clip op. Ik moest op een gegeven moment voor een film. Zeiden ze, heb je geen gynaecologenstoel? Nou, gynaecologenstoelen zijn niet te krijgen in Nederland. Die gaan allemaal naar seksclubs en zo. Dus ja, ik wist dat niet, hè. Ik ben hiervoor naar België gereden. En heb ik toch een gynaecologenstoel. En die hebben ze dus gebruikt voor de filmopname. Van een in de kringloop gevonden urinefles tot een van een vrachtwagen gevallen ziekenhuisbed. Jos deelt het geheim achter de indrukwekkende verzameling. Het gaat er niet om wat je kent, maar wie je kent. En heel veel spullen, soms zijn er collega's die zeggen, Jos, daar en daar hebben ze dat en dat. En dan ga ik het ophalen. Bij welk gebouw staan nou 2 ambulances? Alleen maar bij een ziekenhuis. Nou, en hier.